Yo, well, what up mensen? Mijn naam is Dylan en welkom weer terug bij een nieuwe Pokémon Emerald Randomizer. In de Pokémon Super Rake. Hartstikke awesome. Het is Pokémon episode nummertje 10 is ondertussen. En we zijn aangekomen in, weet ik veel, deze stad heeft. Gaan we even kijken hoe die heet. Dat vind ik hartstikke chill. Hij heet. Fellerbur Town. En het eerste wat ik ga doen is even Pokéballs kopen. Want de vorige Pokémon episode heb ik heel veel Pokéballs, als je die niet gezien hebt, geweest aan natuurlijk Aerodactyl. Oh! Al dat liedje moet ik altijd gewoon meedansen. Zo, in ieder geval, ik ben aangekomen in een stad waar de vierde Pokémon Gym badge te vinden is. Dus, dat gaan we dan heel eventjes regelen. We gaan beginnen te verslaan. Ik heb Gajeel ondertussen getraind level 22. En ja, niet veel veranderd. Hij is alleen 7 levels hoger als eerst. Ondertussen is Icy level 28. Op dit moment de hoogste Pokémon die ik heb. Want die heb ik heel getraind. Want zometeen hebben we een vuurbadge. Als het goed is. Oh, is die niet hier? Nee, is het helemaal verkeerd, man. Ik dacht dat die al hier zat, de vierde badge. Maar dit is het helemaal niet, man. Oh, god. Ik zit er gewoon helemaal naast. Ik dacht dat het hier de vierde badge was. Flannery. Maar die is hier helemaal niet, man. Kloten. Nou, ja, wat we gaan doen? Ik weet wel waar ik heen moet. Ik weet dat ik hier naar beneden moet. En dan hier is een chickie. Oh, nee, die is dus niet. Volgens mij, oh, die is beneden natuurlijk. Oh, god. Ik weet het alweer. En dacht ik voor die Pokémon Gym zou gaan. Maar ik sta helemaal daarnaast. Die is helemaal niet hier. Die is een stuk verder weg nog. Nou, we gaan hier naartoe even rustig aan. Oké. Nou, dus deze gaan we even snel verslaan. Want dan kunnen we meteen door met de main storyline. Want ik heb gekeken naar de reacties. Je zegt, deel, het is juist wel chill dat je zoveel skipt. Want dit soort battles zijn totaal niet belangrijk. Dus dat maakt op zich niet uit. En dat vinden wij zelf ook fijn om te zien. En dan kom je sneller verder in een episode. En dan vinden jullie chill. Dus dan ga ik daar vooral mee door. Nou, Lucas verslagen. Doei, Lucas. Dikke. Nou, volgende. Laatste of laatste die bij van Pokémon. Lombre, Icy. Nou, dat gaat niks doen. Quick attacks? Juist. We gaan even lekker quick attacks doen. Hoppakee. Meryl. Ja, dat is een water Pokémon. Dan gooi je gewoon jou erin. Spark hem. Wee! Lekker Sparky. Sparky, you spark. Oh, wat leuk. Top, we hebben dus verslagen. Dat houdt in dat we hier nog een trainer hebben. Godverdomme. Wil ik helemaal niet. Nou, Joe dude. What's up dude? Waterkun erop. 1. Machop. En 2. En quick attack. Dat is 3. Doei Lenny. Nou, easy peasy lemon squeezy jongens. En dan gaan we door. Hier naar boven. Hartstikke goed. Want tussen trouwens, ik heb mensen die gezegd hebben, onder andere Joost speelt spellen. Als je kijkt, Joost, leuk dat je kijkt. Maar hierboven staat de volgende video. En je kan je niet aanklikken in de vorige video's. Misschien als je later kijkt in de serie wel. Maar dat ga ik fixen. Ik ben een beetje lui met annotaties. Moet ik nog doen. Maar dat ga ik fixen. Komt allemaal goed. Met de internet, met Jamie, oké. Oh, dit is Team Magma. Huh? I don't know who you are, but if you get in the way of Team Magma, don't expect any mercy. Hold on right there, Team Magma, here. I'll go. Oh! Die daap is ook, Team Aqua. Doesn't matter, we got a meteorite. Ze hebben een meteoriet, ze gaan weg. Oh, en ze rennen weg, poesies. Did I see you before? Ja, yeah. Je bent namens heel aan de timing dat je hier onder Team Magma doen. Ik ben een raar kind, oké, bla bla bla. Oké, we gaan Team Magma, ja, oké. Oké, yo! Oh, ze gaan naar Mount Chimney. Ze gaan dus naar Mount Chimney en daar is Team Magma. Oké, dan weet ik het ook weer. Oh, Altaria. Altaria is een hele coole Pokémon. Maar ik ga hem niet vangen, want hij is al geëvalueerd. Hi Cosmo. Ze hebben een meteoriet gestolen. Aqua. En dan even met Team Magma. Wat gaan ze met die meteoriet doen? Mount Chimney. Ze gaan dus naar Mount Chimney. Oh, ik weet hem alweer volgens mij wat ik moet doen. Volgens mij weet ik het weer. Dan moet ik gewoon hier naar buiten weer. En dan moet ik nu weer naar die mount. Naar die, die vulkaan waar ik op stond. Even kijken hoor. Ja. Volgens mij naar die vulkaan. Want dat zegt ze heel de Mount Chimney. Zodra ze in Pokémon iets heel veel noemen. Kan je erop rekenen. Oh, een Apom. Wat leuke Pokémon. Dat daar iets is om te vinden. Dus we gaan even kijken. Een Whismur. Daar heb ik ook niks veel aan. Ik hoef geen Loudred. Yo. Toppertje. Oké, hier is die chick die ik moet zoeken. Is dat net? En die gaat uitleggen van... ik heb een soort Pokémon PC uitgevonden. En dan kan je daarmee gebruiken. Bladibladibla. Oké, goed. We gaan... deze kant helemaal op. Op weg naar Mount Chimney.
Dus dat gaan we even doen, want dat is een... Oh, man. Dit soort shit vind ik altijd stom in Pokémon games. Dat je ze moet zoeken en van die stomme quests. Maar goed, ik zou het maar even doen. Echt zou ik echt wel zijn, nee, ik heb geen tijd voor je quest. Ik wil gewoon doorlopen naar de volgende stad. Maar goed, we gaan even checken wat er aan de hand is. Verkeerde fiets heb ik hiervoor. Eens even kijken hoor, dan kom ik weer op die fucking mountain. Oh, ik weet het alweer. Zo niet. Ik ga op die mountain moeten kijken. Dus ik ga terug die... Oh, fuck, hier zijn de trainers nog. Kut. Nou, hij ziet, we gaan zetten. Oh, nee, verkeerde. Watergun, hup. Jongen, 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 jongen. Oh, wauw. Oké, dat gaan we dus even anders doen. We gaan Flame er even in gooien, want dit is echt kut. Flamie, Amber, die motherfucker. Gewoon enige probleem. Hoppakee, doei, klaar. Hup, en wegwezen. Wat die andere doet, omdraait. Helemaal goed. Ik ga even mijn Icy niet meer vooraan zetten, maar Flamie. Want ja, ik bedoel, hij is een beetje dood aan het gaan. We gaan hier naar beneden. Hupsakee. Why not? Leuke Pokémon. Oh, fuck you. Je kan hem niet... Je kan hem niet... Fucking hell, in mirror move. Ik heb nog maar 1 HP nu. Kut, why not? Fuck off. Oh nee, nog een trainer ook. Shit, man. Vlak voor ik die berg op ga, weet je. Wat ik ga doen nu? Jongen, jongen, jongen. Dit is echt mijn plan aan het verneuken, man. Ja, au, mijn oren. Ik weet wat ik ga doen. Oké, ik hoef je telefoonnummer niet, klootzak. Maar wat ik ga doen... Oh, fuck. Deze trainer heb ik nog niet gehad, hè. Dus daar ga ik niet naartoe. Hey, Midrill, wat leuk. Maar wat ik ga doen, ik ga even naar het Pokémon Center. Dat is hier beneden. Hier heb ik iedereen al verslagen. Oh my god, man. En ik ga weer even Pokémon healen, voordat ik die fucking berg op ga. Want dan sta ik weer dood daar, weet je wel. Daar hebben we niemand zin in. Yang, 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 yang. Woe. Oké, ik ben er weer. Jeetje, deze episode is één nog chaos. Want ik was niet voorbereid dat ik dit niet moest doen. Verdomme. Maar goed, we gaan weer lekker omhoog. We gaan niet meer skippen. We gaan lekker fietsen. Let's fucking do this, boys. En Grills. Hup, die slopen. Oh, kijk, er is een Pokémon gevangen. Het is een Iglybuff. Ja, dat gaan we niet. Dat gaan we niks meer doen met Iglybuff. We gaan omhoog, 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 omhoog. Eens even zoeken. Jij niet, jij niet. Oh ja, we willen die grot door natuurlijk. Nee, hier helemaal niet. Oh, we kunnen hierin. Haha, you and me. Oké, top. Numel, Flamie. We gaan gewoon quick attack dat hij dood is. Match op, vecht Pokémon. Oh ja, match op. Meet Bruce. Hallo Bruce. Match op. Doei. Toppertje. Nou, we gaan hierin. En we gaan het allemaal wel zien. Oh, nog niet. Hier neem je namelijk een liftje omhoog. De cable car is ready to go up. Ja hoor, daar gaan we. Ja, leuk. Moet ook gebeuren. We zijn boven. Oké, nice jongens. We zijn aangekomen op de plek waar ik wilde zijn. En nu gaan we ze proberen te killen. Oké, je ziet team Aqua en team Magma battelen. Oké, en is allemaal aan het vechten. Hé, dat is die dude. Archie. Heel relaxed praat hij met me terwijl ze aan het battelen zijn. Maar het is echt 3 tegen 1. Nou. Archie, wat een beest. Oké. We hebben een battle. Flamie Icy voorop. Helemaal goed. En we gaan ervoor. Tegen Team Magma. Dat gaan we niet skippen, want dit is natuurlijk belangrijk. Dit zijn belangrijkere battles. Misschien alleen tegen de Grunts niet. Dat is deze gasten dus. Team Magma Grunt en Team Magma Grunt willen vechten. Op zich is wel vette jasjes die ze hebben, weet je wel. Zubat en een Numel. Mooi. We kunnen namelijk Ember doen op Zubat. En de Numel kunnen we one-shotten met Watergun. Kom op. Oh, critical hit. Dat betekent ook een one-shot op de Zubat. Later Zubat. Lekker Flamie, lekker Icy. Icy het Watergun. Bam. Oh, natuurlijk een one-shot. Nu maldeer. Hartstikke goed. Easy fire. Maar joh, mijn level is zo hoog, man. 28, 29. Gaat de goede kant op, boys. Misschien wordt de volgende gym ietsje makkelijker om te winnen dan de vorige 2 gyms. Holy moly, was kut. Toppertje. Nog een trainer. Yo. Kom maar. Oh, we gaan even quick attacken tot hij dood is weer. Numel, andere Pokémon. Ja, weer die, ze hebben alleen maar Numels, die Magma. Die Magma's natuurlijk, die halen natuurlijk van lava en shit. Dus ja, die hebben heel veel Pokémon met vuur. Nou goed, ik heb gelukkig een waterpokémon die heel sterk is. Mooi. Dan zijn we bij de leider aangekomen, jongens. Zo'n, hoor die muziek super relaxed. Terwijl we zitten fucking midden op een vulkaan. Met een gek team wat ons wil uitschakelen. Maar goed,
De power container in de meteorite. Ik zie er eens onderom. Ja. Toppie. Ze willen de activiteit van de lava in de vulkaan extra laten gaan. Dat het heel harder gaat. Who are you? Ja, ik ben Dylan. Hoi. Ik ben Richie en ik ben team Akas Fair. Bababa. Richie en Archie heb je dus. Oké. Okay. Ayo. Ze willen zorgen dat het land was dat er meer land komt door de vulkaan laten ontbarsten en zo. Bladibladibladibladibla. Ze willen dus meer land laten veroorzaken door uitbarsting van de vulkaan. Oh, zij ziet er wel een stuk enger uit, Maxi. Oh, je hebt ook een Mightyena, level 24. Oh, kijk, nu gaan die battles beginnen waar ik het over had. Nu wordt het lastiger, jongens. Dit wordt weer een challenge. Ember! Kijk. Dit wordt zeker een challenge. Come on, boys. Lekker flamey. Rot op met je potion. Pussy boy. Nog een keer Ember maar gewoon. Je Mightyena van je. In de fik steken die handel. En hij is burnt. Dat is super chill. Hij bijt me nog één keertje. Moet het nou een critical hit zijn, weet je? God, dan de ju. Nou, een sparkje erin. Jezus, Mina, jongen. Echt. Waarom moet nou ook weer een critical hit zijn? Maar dat maakt niet uit. Spark maakt hem af. Lekker sparky. Hoppakee. Jammer dat Flamey dood gegaan is. Maar goed, dat was niet anders. Lekker sparky. Zubat. Hebben we hem? Psycho move? Nee, maakt niet uit. Zubat is volgens mij een klein beetje... niet fly type, dat is kut. Maar ik denk dat Spark wel leuk zou zijn. Dus we gaan lekker sparken. Sparken! Super effective! Doei Zubat. Easy peasy. Rekt. Pepperoni. Geen probleem. Lekker Sparky. 24. En Spark doet goed. Camerupt. Camerupt is een vuurkoe. Geloof ik. Ja, Camerupt is die vuurkoe. Jesus Christ. Maar wij hebben natuurlijk Icy. Wat level is Camerupt voor hem? 25. Oké, moet ik kunnen hebben. Watergun. Boom. What up? What up? What up? What up? Lekker Camerupt gefainted. Lekker Icy. Level 30. Gaat lekker. Boom. En lekker Bite leren. Ja, tuurlijk. Tuurlijk moet ik Bite leren. Bite is altijd handig. Geen Sand Attack. En dan gaan we Bite leren aan mijn Pokémon. Awesome Sauce. En we hebben Magma Leader Maxi verslagen. Nu Maxi. Wat? Ik ben Maxi. Ik, Maxi, was Caught of Guard. Was verrast eigenlijk. Oh, nou, goed gedag. Hij gaat weg. Dus de laatste keer zien we het even met de middenwerder van je bla bla bla. Oké. Okay. Oh, dan komt hij weer. Maar ik ben je Matty niet. Dylan, dankjewel. Maar ik ben je Matty niet. Archie. Met hoe is dat, jongen? Welke kant ben je? Oh, maakt niet uit eigenlijk. We gaan Magma aanpakken. We see you meet again. Oké. Okay. Ja, ik heb de meteor niet gepakt. Ik denk dat dat wel slim is. Helemaal toppie. Ik heb de meteoriet. En wat moet ik eigenlijk nu doen? Ik heb geen idee. Ik ga hier gewoon naar beneden. Oh, je weet wat ik moet doen. Dat is namelijk hier kan ook zo. Hallo mevrouw. Nee, ik ga geen cookies kopen. 200 voor 1. Nu gaan we richting die chick. Die ik wel leren kennen. Maar misschien ziet hij de vette Pokémon. Die wil ik wel. Ik wil wel een Jirachi hebben. De Psychic. Ja hoor. Really? You are like this, Jirachi. Laat jezelf slapen. Oh! Jirachi doet Psychic. Kom op jongens. Ik heb 2 Pokémon's. Kom op, kom op. Een Jirachi, ouwe. Psychic type. Kom op. Vang hem. Oké. Ik ga het weer even skippen, want jullie weten hoe lang het duurt. Ja, het is niet spannend meer. Het is gewoon irritant. Kom op. Ja, Pema gaat eruit. Hup, Psychic gaat dood. Oké, jongens, dit wordt echt spannend. Great ball. Hup, eruit. Fuck is off. Oké, hij is paralyzed. Dan gaan we. Pokémon nu! Pokémon nu! Pokémon nu! Pokémon nu! Pokémon nu! Pokémon nu! Ik ben doodgemaakt. Pokémon nu! Great Ball nu!
Greyball nu! Nee, ik dacht dat ik het bijna had! Greyball nu! Nee, jongen! Blijf nou in die fucking Pokéball zitten. Geleerde beest. Oh, kut! Doe ik low kick en hij overleeft het ook nog. Nou, gaan we weer, jongens. Oh my god, maar 7 kansen nog. Ja! Ja! Oh shit! Ik heb weer zoveel Pokéballs hier aan gewaste. Oh my god. Maar, in the end. Ik heb Jirachi! Jiraiya! Ik noem hem Jiraiya. Oh, ik heb Giraffa van gemaakt. Ah ja, fuck it. Giraffa dan maar. Oh, ik heb hem. Oh, wat was de goede gok geweest om even door het gras heen te lopen. Oh, yes. Een fucking Jirachi, gek. Een legendarische Pokémon. En ze aangekomen in Laverage Town. Daar wou ik sowieso heen. Oh, verkeerde huis. Die moest ik hebben. Oh man, wat een goede gok geweest om hierin te komen. Een fucking level 20 legendarische Psycho Pokémon die ik nog nodig had. Ja, wie ga ik dan wegstoppen? Dat is het probleem. Ik denk Aerodactyl. Voor nu. Later wordt het sowieso wel mijn Sparky. En misschien ook wel mijn Heracross nog. Mijn Hercules. Nu wordt het lastig. Maar mensen, in ieder geval, als je deze awesome vond en blij zijn met Jirachi, laat even een blauw duimpje achter omhoog. Ik vond het hartstikke awesome dat ik Chuck en Jirachi heb. Zie je graag in de volgende Pokémon video waar ik ga voor Flannery. Peace.